Zo, hallo weer, hallo, welkom. Deze paragraaf gaat over de ijstijden, paragraaf 3 ijstijden aarde van hoofdstuk 2. En ik wil vandaag iets laten zien over een aantal belangrijke zaken. Ik wil sowieso kijken naar het verschil tussen glaciale en interglaciale. Dat is een belangrijk verschil om iets te kunnen zeggen over het verloop van de temperatuur door de duizenden jaren die voor ons liggen, die achter ons liggen, heen. Wat Milankovitch daarmee te maken heeft, wat scheefstelling, excentriciteit en precessie zijn en waarom dat een onderdeel is van die Milankovitch-cycli en welke andere factoren invloed kunnen hebben op het ontstaan van ijstijden. Want het is een heel divers assortiment aan zaken die daarmee spelen. Nou, eerst maar eens kijken naar het verschil tussen glaciale en interglaciale. Wat is nou het belangrijkste verschil? De temperatuur. Dus dat spreekt eigenlijk voor zich. Het woord zegt het al een beetje hier, als je het hier hebt over een glaciaal, glas uit het Frans, ijs, is dus een periode waarin de temperatuur gemiddeld genomen kouder is dan in een warme periode. Je kunt het op dit plaatje mooi zien. Dit is over een heel erg lange periode genomen. Het precambrium tot Cenozoïcum, dat is waar we nu zeg maar zitten, hier ergens. En we zitten nu weer in een warme periode. Je ziet dat er een continue afwisseling bestaat tussen warme en koude periodes. Nu is deze over een enorm lange periode weergegeven, maar er zijn ook figuren die over een kortere periode gaan kijken. En dan bijvoorbeeld over de laatste, nou zeg 400.000 jaar. En in die laatste 400.000 jaar zie je dat er ook een afwisseling is tussen koude en warme periodes, ofwel tussen glaciale, de koude periodes, en interglaciale, de warme periodes. En we leven nu in het Holoceen. En het Holoceen is zeg maar een nieuw tijdvak waarin we gestart zijn met een interglaciaal. En globaal genomen duurt zo'n interglaciaal ongeveer 10.000 jaar. En het Holoceen duurt nu al 11.400 jaar ongeveer. En dat betekent dus dat we eigenlijk alweer aan het einde zitten van zo'n warme periode. En dus dat we weer op weg gaan naar een koude periode. En als je gaat kijken naar deze figuur, hier kun je heel mooi zien de ijstijden. En ook de laatste periode, die 400.000 jaar waar ik het over had. Hier is de temperatuur dus gemiddeld hoog en hier is de temperatuur gemiddeld laag. Het hele zit hier. De temperatuur komt nu iets hoger uit. Dat heeft te maken met de invloed van de mens. Maar wat wel opmerkelijk is, is dat zeg maar tussen het einde van een interglaciaal en de start van een glaciaal, de gemiddelde temperatuur heel erg oploopt en er vaak heel veel ijs smelt. En dat is precies wat er nu aan het gebeuren is in het Holoceen. Dus we zitten zeg maar nu hier vlak voor zo'n piekje van zo'n warme periode. Nou, wat zijn de belangrijkste ijstijden voor Nederland? In ieder geval in de laatste 400.000 jaar. Het Asterion, het Salien en het Weichselien. Die drie die zijn van invloed geweest op Nederland. Met name het Salien was heel erg belangrijk. Want in het Salien zijn de Utrechtse Heuvelrug gevormd, de Veluwe gevormd. Is een deel van het dekzand. Het zand dat we nu nog bijvoorbeeld op de Veluwe aantreffen. Zeg maar gevormd. En dat is gekomen met name die dekzand, en dat is ook nog tijdens de Weichseling gebeurd, doordat al het water van de Noordzee zat opgeslagen in de ijskappen in Scandinavië. Ja, daar lag de temperatuur zo laag dat al dat water als het ware ijs werd. En daardoor daalde de zeespiegel heel snel. Noordzee is niet zo diep, dus die kwam droog te liggen en het gevolg was dus dat zand wat op die bodem ligt, heel gemakkelijk door de wind kon worden getransporteerd. En dat is boven Nederland afgezet. En dat kunnen we nu dus nog steeds terugvinden. Tijdens het Salien lag er landijs in Nederland. En daardoor zijn dus zeg maar, de opstuwing die ruggen zeg maar, ontstaan, de heuvelrug en dergelijke in de Veluwe. Tijdens het Weichselien was er geen landijs in Nederland, maar hadden we wel een polair klimaat. Op het plaatje hiernaast, dat staat ook in je boek, kun je terugzien wat de verhouding is tussen zeespiegel en koude periode. En hier zie je al, bijvoorbeeld neem het Salien,
relatief koude periode. Gemiddelde temperatuur op aarde in de zomer in het gebied dat nu Nederland is, was dus 0 graden. En de zeespiegel lag 100 meter lager dan nu het geval is. Dus je ziet dat er ja, steeds een wisseling heeft ontstaan. Nou, wat heeft Milankovic daarmee te maken? Milankovic was een onderzoeker uit Servië die tot de conclusie kwam dat er meerdere invloeden waren die zeg maar ervoor zorgden dat de temperatuur op aarde fluctueert. En hij verdeelde dat in 3 zaken: excentriciteit, in precessie en in variaties van de scheefstelling, dus de verandering van de hoek van de aardas. En ik ga er een paar voorbeelden van geven. Dat ging iets te snel. Precessie, om met de laatste te beginnen, geeft aan dat de stand van de aardas niet altijd gelijk is. Zie het maar als een soort tol. Als je die niet netjes recht gooit, gaat die slingeren. En klaarblijkelijk doet de aardas dat ook. Nou, het gevolg daarvan is dat de hoeveelheid zonstraling die de aarde bereikt, varieert. Dus niet altijd hetzelfde is. Nou, als de zonnestraling minder krachtig is, is het gevolg dat de temperatuur dus daalt. En die slingering die zit een beetje tussen de 19.000 en 24.000 jaar in. Dus dat is een redelijk korte periode. Dan de verandering van de hoek van de aardas, op dit plaatje tilt geheten. Die varieert tussen de 21,5 en 24,5 graad. Dat is de hoek van de aardas ten opzichte van de zon. Hoe groter die hoek is, hoe meer zonnestraling er op een half rond kan komen. Bijvoorbeeld op dit plaatje. Stel je voor dat die hoek 24,5 graad is, dus dat is het meest schuine lijntje. Dan zou dat betekenen dat in dit geval de hoeveelheid zonne-energie die de noordelijke helft van de aarde bereikt, het grootste is. Dus er is een groter verschil tussen de noord en de zuid. Noord en het zuidelijk halfrond. Tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Dat heeft dan dus weer invloed op de temperatuur. De kans is dus bij een grotere hoek dat de hoeveelheid landijs op Antarctica zal toenemen. En mogelijk zou kunnen leiden dus tot een koudere periode op het zuidelijk halfrond. Stel nou dat die hoek van die aardas rechter wordt, dus naar de 21,5 graad toe gaat, dan zal de hoeveelheid warmte die de aarde bereikt meer verspreid worden. Dus de warmte op het noordelijk halfrond en de koelte op het zuidelijk halfrond, gedurende een jaar natuurlijk, het is een korte periode, zal daardoor afnemen. Het gevolg daarvan is dat de gemiddelde zonnestraling meer rond de evenaar zal komen. Dus daar zal de temperatuur stijgen, maar op zowel de Noordpool als de Zuidpool zal de temperatuur dalen. Dus wil je een ijstijd creëren, dan zal het dus belangrijk zijn dat de hoek van die aardas kleiner wordt. Dus bij 21,5 graden is die hoek kleiner, met als gevolg dat de zonne-intensiteit op de polen lager is. En dus de temperatuur kleiner is. Nou, dan hebben we er nog één, excentriciteit. De baan van de aarde rondom de zon is niet altijd gelijk. Soms is die meer cirkelvormig, soms is die meer ellipsvormig. En hoe groter die afstand tot de zon is, als je dus die ellipsvormige baan ziet, hoe langer de zon erover moet doen om de warmte en zijn straling op aarde te laten aankomen. Dat betekent dus ook dat de temperatuur lager zal zijn als de baan van de aarde rondom de zon groter is. Ze hebben verondersteld dat tijdens de ijstijden de aarde verder af van de zon is. En dat duurt tussen de 100.000 en 413.000 jaar, dus dat is best wel een lange periode. Maar ervan uitgaand dat de gemiddelde ijstijd ook zo'n 150.000 jaar duurt, past dat wel binnen het verhaal van de excentriciteit. Nou, hier staan ze nog een keer even kort samenvattend. Scheefstelling, hoek van de aarde als ten opzichte van de baan om de zon, varieert tussen de 21 en 24,5 graden, dus dat is een foutje. Je kunt jezelf afvragen wat dan de gevolgen zijn. Probeer dat te beantwoorden. Excentriciteit, de baan van de aarde rond de zon. Soms is die dus cirkelvormig, soms ovaal. En die wisselt om de 100 tot 400.000 jaar. Ook hiervoor kun je zeggen, wat is dan het gevolg van die excentriciteit op de temperatuur op de aarde? En de laatste, de precessie. Hoe erg schommelt die aardas nou? En wat zijn de gevolgen ervan? En onthoud daarbij dus dat wanneer die hoek van die aardas kleiner is, de temperatuur gemiddeld genomen
lager ligt dan wanneer die hoek groter is, ondanks dat de verschillen tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond dan op dat moment groter zijn. Nou, nog wel even een keertje de drie cycli, scheefstelling. Je hebt de stand van de aardas die dus varieert met de hoeveelheid zonnestraling die daarbij van invloed is. Deze plaatjes staan ook in je boek. Drie cycli, de elliptische baan of de cirkelige baan, cyclus van 100.000 jaar, excentriciteit. En hier de cyclus van 23.000 jaar, die iets weergeeft over de precessie van de stand van de aardas. En dus dat is die tolbeweging. Nou, er zijn er ook nog andere factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ijstijden. Je moet je voorstellen dat, dat is in ieder geval wat er onderzocht is. Stel dat je, zoals nu, te maken krijgt met opwarming van de aarde, dan neemt de temperatuur heel erg toe. Land en zeeijs zal smelten. Maar dat betekent ook dat die enorme hoeveelheid ijs, die relatief koud is, de zeestromingen kan veranderen. Op het moment dat dat gebeurt, dat zeestromingen veranderen, dan zou dat ervoor kunnen zorgen dat op bepaalde plaatsen op aarde er een ijstijd ontstaat. Waarom? Een voorbeeld. De golfstroom die normaal gesproken warm zeewater vanaf de evenaar naar het noordelijke halfrond brengt, en dan met name naar Europa, lag tijdens de laatste ijstijd waarschijnlijk stil. Tijdens zowel het Saliën als het Weichselien. Het gevolg is dan dus dat er geen warm water meer naar Noord-Europa komt, met als gevolg dat de invloed van het koude water van het Noordpool veel groter wordt en dus de temperatuur daalt. Hier staat het ook trouwens, hij kwam niet verder dan Portugal. Een ander voorbeeld, extreem vulkanisme. Wat heeft dat dan te maken met ijstijden? In de klas heb ik het gevraagd. Je moet je voorstellen dat zo'n aswolk, zoals je hier op de afbeelding ziet, als een soort enorme spiegel kan werken. Op het moment dat zo'n vulkaan in staat is om die deeltjes in de stratosfeer te laten bereiken, dan kan het tot 5 jaar duren voordat die asdeeltjes weg zijn. De zon reflecteert op die asdeeltjes en dus gaat de straling direct terug de ruimte in en bereikt die het aardoppervlak niet, waardoor het aardoppervlak minder opwarmt en de gemiddelde temperatuur op aarde afneemt. Een voorbeeld is dat tijdens de uitbarsting van de Pinatubo eind 19e eeuw, dit is niet de Pinatubo maar een andere vulkaan, de gemiddelde temperatuur op aarde met 5 graden afnam. En dus dan zie je hoeveel invloed zo'n vulkaanuitbarsting kan hebben. Goed, nou, tot zover dit verhaal. We hebben gekeken naar het verschil tussen interglaciale en glaciale, de Milankovitch-cycli, scheefstelling, excentriciteit en precessie en de andere factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ijstijden.